Bevrijdingspop Haarlem trekt tienduizenden toeschouwers. Slechte weer is spelbreker bij overige festiviteiten. En Ajax is na wisselvallig seizoen kampioen van Nederland. Dit is het nieuws van zondag 5 mei. Goedenavond. 5 mei, bevrijdingsdag. Het koude, regenachtige weer was dé grote spelbreker vandaag. Toch trokken heel wat bezoekers naar de bevrijdingspopfestivals. Muziekspektakel in Haarlem is traditioneel het grootste evenement. Door het weer maakt het festival wel een slechte start, want het geplande optreden van het Noord-Hollands Filharmonisch Orkest viel in het water. U gaat de zaak weer inpakken? Ja. Ja, het is jammer, maar het is te gevaarlijk voor de instrumenten, al dat regen. Die staat recht op het podium. Dus dan, ja, dan kan het gewoon niet. Nou, een teleurstelling. Dat is heel jammer, ja. Mevrouw, u gaat maar weer naar huis. Ja, het NPO kan niet spelen. Het is te nat en al die instrumenten, ja, die kunnen niet tegen de regen. En het is ontzettend jammer. Ja, want we hadden dat goed voorbereid, speciale arrangementen gemaakt voor het orkest en de matrozen. Nou, de matrozen die kunnen gelukkig wel optreden. Ja, kom maar, ontspan maar even. Hij kreeg een klap van de Griek, van de Griek. Klap van de Griek, klap van de Griek. Hij kreeg een klap van de Griek, van de Griek. Klap, klap van de Griek, gaat goed. Daar zit je dan. Ja, daar zit je dan in het mooie weer. Jammer, hè? Nou ja. Kijk, muziek is goed, dus ik bedoel. Het is een beetje koud alleen. Maar jouw dag kan niet meer stuk. Mijn dag kan niet meer stuk. Toen was die 7 jaar ziek door de klap van de Griek. Klap van de Griek. Betekent 5 mei nog iets voor jou? Ja, vrijheid sowieso, maar vooral feest eigenlijk hier, als ik eerlijk ben. Het is wat ik vanochtend nog zei tegen mijn zus, dat je dan weer buiten loopt in het idee van dat je gewoon deze dag van de bevrijding eigenlijk gewoon ooit is geweest, vind ik nog steeds een heel raar gevoel, zeg maar. Dat, ja, ik vind het goed dat we deze dag nog zeker vieren, absoluut. De regen zal jou niet tegenhouden? Nee hoor, petje op en dan gaat het allemaal wel goed. Is het wel een beetje een leuke sfeer? Ja, vind ik wel, altijd wel. Kom je nog voor iets speciaals? Kirsten. I've come to show quite clear, and now I believe it, now I believe it. Aan de koffie en niet meer aan het bier? Ja, het is nog een beetje vroeg en het is slecht weer, dus eerst aan de koffie. Maar dat mag de pret niet drukken? Nee hoor, en het eerste biertje zit er al in, dus rustig aan. Het weer zit niet mee, maar de sfeer zit er al goed in. Nu tweede band gehad en ja, het publiek reageert enthousiast. Ze kunnen nog wel klappen met een paraplu in hun handen, dus wat dat betreft gaat het goed. De verwachting? Ja, we gaan geen records breken, maar ik denk dat we wel tussen de 100 en 150.000 man toch wel halen. Geld in voor de Molukken. Waarom voor de Molukken? Voor de Molukken, omdat het, ja, we proberen ieder jaar toch een project uit te kiezen wat past binnen het thema. We hadden vorig jaar goed contact gehad met mensen in nood en ze kwamen met een communicatieproject tussen christenen en moslims. En dat is ja, toch een heel actueel onderwerp, overal in de wereld. Ook in Alkmaar en Horen stond het bevrijdingsfeest in het teken van de muziek. Op het Kerkplein in Horen gaf Stra Musica, een band van verstandelijk gehandicapten, een concertje weg en konden de kinderen zich uitleven tijdens een playbackshow. In Alkmaar begon het feest iets minder uitbundig. Met een stille tocht wilde het 5 mei-comité duidelijk maken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Geen harde muziek, maar een uurtje bezinning.
Voor het eerst in de historie werd in de stad voorafgaand aan het feest een stille tocht gehouden. Waar wij het over hebben is over de vrijheid die er schijnbaar niet kan zijn. Ik vind dat de samenleving een beetje in elkaar gezakt is en wellicht overvoerd met alle informatie op de tv. Maar ik zou graag willen dat mensen wat meer uit hun stoel komen en er wat meer van vinden en wat meer aan doen. In Hoorn trad de groep Stramusica op. Door de regen waren er weinig bezoekers naar het kerkplein gekomen, maar dat mocht de pret niet drukken. Gezellig hier, oh. Lekker feesten. Leg het tegenaan. Heel erg mooi. Maar jammer dat het slecht weer is. Maar de mensen waren heel erg tot het leven. Om 11 uur zou de stille tocht van start gaan. Alleen bleef het veld van de Alkmaarder Hout nagenoeg leeg. Toch wilden wij een signaal uitzenden dat vrijheid erg belangrijk is. En als mensen daar niet voor willen gaan, dan is dat hun verantwoordelijkheid. Maar wij willen wel een signaal uitzenden dat wij vrijheid voor de levenden met name dus heel erg belangrijk vinden. Waar dan ook en zeker ook in Nederland. In Hoorn werd het langzaam drukker. Vooral de mini-playbackshow trok aardig wat bekijks. Maar er te weinig mensen waren om zich te bezinnen over de vrijheid, werd er in Hoorn wel over nagedacht. Je bent vrij, wat wil je dan meer? Maar elk land, ga nou eens elk land bekijken. Het is allemaal rommel, vechten, elkaar afmaken. Nou, ik vind dat je hier in een vrij land leeft. Je kunt ontplooien op de manier als je dat zelf wil. En dat ook te geven aan je dochters. Dat is het ultieme geluk van vrijheid. Ondanks de lage opkomst ging de stille tocht gewoon door. Het 5 mei-comité wil ook volgend jaar weer een tocht organiseren. Maar wij wilden toch op een bescheiden manier beginnen. En misschien moeten we het de volgende keer met meer bombarie doen. De Van Nesstraat is een doodgewone straat in Haarlem-Noord. Maar toch ook een bijzondere, want vanaf vandaag heeft de straat een eigen boek. Vol herinneringen van nieuwe en oude bewoners over hun belevenissen in deze straat. Reden voor een klein feestje dus. Dit is het straatboek met 90 pagina's vol verhalen over de Van Nesstraat. Vanmiddag nam de burgemeester het eerste exemplaar in ontvangst. 2 jaar geleden kwam een groep bewoners met een plan voor een boek over hun straat. Wat vindt u van het boek? Ik heb het nog niet gelezen, dus ik weet het niet. Ik heb het net gekregen. Wat is uw eerste indruk? Nou, het ziet er erg leuk uit. Dus, en ik weet niet of er nog bekenden ook in staan. Dat moet ik nog bekijken. Wat voor mij belangrijk is en denk ik ook leuk aan dit boekje, is dat het door heel veel mensen geschreven is. Dus dat er niet echt één stijl in zit, maar dat er ook een soort spontaniteit in zit van wat mensen gewoon zelf aan verhalen hadden over de straat en dan over hun herinneringen aan de straat. Dus dat is ook gewoon uniek aan dit boekje, denk ik. Zo leverde oud-bewoner meneer Dijkstra van nummer 35... een van de eerste foto's van de straat. Wat is uw belangrijkste herinnering aan dit huis? Dat mijn zoon hier geboren is en dat het het eerste kind wat in dit huis geboren is. Er was nog nooit een kind geboren in dit huis. Daarom was het voor hem dus speciaal om weer even in het huis te zijn waar hij meer dan 30 jaar woonde. Goedemiddag, mevrouw. Ik vind het heel leuk dat ik het nog een keer zo terugzie. Ja, ik vind het werkelijk heel leuk. Want wat is nou zo bijzonder aan de Van Nesstraat? Ja, dat had vroeger een status. En wat vind je van het boek als je erin kijkt? Nou, ik heb het heel kort even doorgekeken. Het is natuurlijk grappig om de historie van de straat te zien. Maar wat ik eigenlijk het leukste vind, is alle oude foto's die je kan zien van de straat. Zeker van begin jaren 30, dat vind ik erg leuk om te zien. Hoe lang denk je dat jullie hier gaan blijven wonen? Wat mij betreft voorlopig wel, ja. Nou, ook voorlopig. Geen verhuizingen. Eigenlijk misschien wel 30 jaar, zoals meneer Dijkstal ook heb gewoond. Ajax is kampioen van Nederland. In Nijmegen wonnen de spelers vanmiddag met 2-0 van NEC. En met deze uitslag werd de landstitel definitief bezegeld. Supporters en spelers reageerden uitgelaten op het behaalde resultaat.
De kampioenschaal voor Ajax komt na een wisselvallig en turbulent seizoen. Turbulent vanwege de trainerswissel, Adriaanse Koeman. En wisselvallig omdat Ajax net als PSV en Feyenoord veel steken liet vallen. Maar na 34 competitiewedstrijden mag Ajax zich dit jaar kampioen van Nederland noemen. De weg naar de landstitel was er een met pieken en dalen. Goede wedstrijden werden afgewisseld met mindere prestaties. Het was een bewogen seizoen met als climax het ontslag van trainer Co Adriaanse. De coach was een seizoen eerder begonnen aan een indrukwekkende verjonging van zijn ploeg om zo over een jaar mee te kunnen doen om de landstitel. Maar onder invloed van de clubleiding moet Adriaanse zijn doelstelling bijstellen. Ajax wil meedoen om de eerste plaats. En zo lang mogelijk meedoen om de eerste plaats. En de doelstelling is dus om proberen eerste te worden volgend seizoen. Ondanks een goede serie overwinningen aan het begin bouwt Adriaanse met zijn rechtlijnige manier van leiding geven weinig krediet op. Kijk, een fantastisch paard die alle Olympische Spelen heeft gewonnen, is nog niet een goede ruiter. Dus met andere woorden, iemand die heel goed heeft kunnen voetballen en de trucjes zelf kan, wil nog niet zeggen dat hij een ander heel goed kan trainen. De uitspraken over de noodzaak van een trainersdiploma voor Marco van Basten worden hem niet in dank afgenomen. En nederlagen tegen FC Kopenhagen, NAC en PSV eind november zijn voor de club aanleiding om voor de derde maal in 4 seizoenen een trainer te ontslaan. Wij achten het voor Ajax het beste om op een andere manier verder te gaan met een andere coach. Koeman kan op veel meer krediet rekenen dan zijn voorganger. Hij ligt goed bij de clubleiding, de achterban en de spelers die opkijken tegen zijn rijke voetbalverleden. Net als zijn voorganger moet hij defensiever spelen dan hem lief is. De ploeg is nog niet goed genoeg om te domineren. Koeman brengt routine in het elftal door Jan van Hals terug te halen. De middenvelder zorgt voor de broodnodige vechtlust en is het toonbeeld van onverzettelijkheid. Kifu, die het hele seizoen al goed speelt, groeit onder Koeman uit tot de absolute leider van het gezelschap. En Fred Grim, bezig aan zijn laatste seizoen, is steunpilaar en rekenmeester. Want de honger naar prijzen is groot. Het resultaat gaat boven alles. Als je 2 keer wint met minder mooi voetbal, is dat denk ik beter dan dat je 2 keer verliest met heel mooi voetbal. Zo keel moeten we zijn op dit moment. Naast de grotere aandacht voor de verdediging is het vooral de individuele klasse van spelers als Mido en Ravel van der Vaart die het verschil maken. In de eindfase blijft de ploeg wisselvallig spelen, maar worden fouten niet meer gemaakt. De eerste landstitel sinds 1998 is daarmee een feit. Critici praten over een kampioen van de armoede, gezien het vele puntverlies. Maar de titel en de deelname in de Champions League betekenen voor de club en de spelers een goede gelegenheid om aan een betere toekomst te werken. Voor meer nieuws en achtergronden over het kampioenschap van Ajax kunt u terecht op deze zender in het AT5 Nieuws. Tot zover het nieuws van zondag 5 mei. Ik wens u een heel prettige avond. Vandaag wordt een dag met zonnige periode afgewisseld met wolkenvelden. De maxima liggen tussen de 13 en 17 graden. De wind komt uit oostelijke richting en is zwak tot matig.